Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij Utrecht met een nieuwe collectie van Chiclam. Oh my gosh, de Corpse Bride collectie. Er komen nou in verband met Halloween een heleboel spooky collecties uit. En dit is dus een van Chiclam. Chiclam is het officiële make-up huismerk van Shein. Dus lekker betaalbaar. En dat weten jullie, want ik denk dat iedereen Chiclam wel kent. Chiclam komt ook heel vaak uit met dit soort collecties. Het zijn officieel gezien limited edition collecties, dus ze gaan weg. Maar mijn ervaring is dat ze echt super lang nog gewoon te koop is. Af en toe zie ik gewoon een collectie na een jaar gewoon nog steeds staan. Dus ja, dat is altijd wel fijn. Je hoeft niet per se helemaal te haasten. Alles wat ik vandaag ook gebruik, zet ik beneden in de beschrijving een linkje als je het ook wilt kopen. En ja, ik heb dus gewoon echt letterlijk de hele collectie besteld voor deze video. En we gaan het gewoon vandaag allemaal testen. We hebben oogschaduw, we hebben highlighter, lipbalm, lipsticks, echt van alles. Het is echt een leuke collectie, ook qua verpakkingen en zo. Chiclam heeft altijd de beste verpakkingen ever. Qua kwaliteit is niet altijd het beste, maar ja, je betaalt ook niet heel veel. Laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mensen, ik heb vandaag echt een good hair day. Mijn haar is lekker fluffy en krullerig. I love it. Het is vandaag dag 2, dus meestal is het dan wel iets minder. Op dag 1 is mijn haar altijd het beste. Maar op zich, het ziet er echt nog goed uit. I love it. Oké, jongens, dit is het dan. Het is zo verpakt als een heel groot cadeau. Dit is de hele collectie. Je kunt hem gewoon zo halen als één grote collectie. Of je haalt alles gewoon individueel. Alles is ook gewoon apart te koop. Het enige wat anders is aan deze hele box is dat als je de hele box bestelt, je ook neppe wimpers erbij krijgt. En die zijn niet los te koop. Maar goed, dit is hem dus. Echt super cute. Laten we het openmaken. Wie heeft trouwens allemaal de film gezien? Steek je hand op in de reacties. Dit is dan de inhoud. Wat is dit dan? Oh, hier is gewoon wat informatie over de collectie, zeg maar. Het is dus geïnspireerd door de iconische film Corpse Bride. Ik heb hem dus heel lang geleden wel gezien, maar ik weet bijvoorbeeld niet hoe het ging. Ik ben alles vergeten. Het gaat in ieder geval over zo'n skeletten vrouw en man die dan gaan trouwen. Maar goed, dit zijn al een aantal producten. Je hebt hier de oogschaduw gels, lipbalm en oogschaduwpalet. Dan als je deze laag eruit haalt, zeg maar, dan zit hier de rest van de producten. De highlighter, nep, wimpers en de 3 lipsticks. Deze wimpers zien er ook oprecht goed uit. En dat had ik niet verwacht. Meestal als je zo wimpers erbij krijgt, is het echt crappy wimpers. Maar deze zien er echt oprecht goed uit. Deze lipsticks doen me ook een beetje denken aan de Kat Von D lipsticks. Of ja, het is geen Kat Von D meer, want zij is nu weg met de KVD verpakkingen. Maar goed, dit zijn dus alle producten die we vandaag gaan testen. Kijk, deze verpakkingen. Is dit niet echt te spooky? I love it. Oké, waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de lippen vandaag, de lipbalm. Dit is de Ethereal Glow lipbalm. Ook weer, deze verpakking is super cute gedaan. I love it. En dit is dan de balm. Hier is hij gewoon blauw als je er zo naar kijkt. Maar dan als je zo kijkt, zie je dat hij een beetje zo geen kleur heeft, zeg maar. Hij is een beetje zo doorzichtig. Oeh, die geur is echt vreselijk. Oh my gosh, oké. Okay. Dat is niet zo fijn, vooral bij lipproduct wat letterlijk onder je neus zit. Het geeft niet heel veel af of zo. Maar ik voel wel echt dat mijn lippen zacht maken. Het heeft dus echt helemaal geen kleur. Dus als je echt een blauwe kleur had gewild, is dit niks voor jou. Als je zo de foto's kijkt online, verwacht je iets meer glans of zo. Er is niet echt heel veel glans, maar wel hydratatie. Ik zie hier ook in de reacties dat ook iemand zegt dat stinkt. En dat is ook echt zo. Ik weet niet. Het is niet mijn favoriete lipbalm, als ik eerlijk moet zeggen. Oké, dan gaan we nou beginnen aan de ogen. Ik ben zo benieuwd. Je hebt dus een paletje en 3 losse oogschaduwgels. Dit is het paletje. Laten we hem openmaken. Slechts 8 euro. Super cheap. Dit had ik niet verwacht. Het is zo kant. Oh my gosh. En het is gewoon letterlijk kant wat erop is geplakt, zeg maar. Je voelt het echt. Dit is zo apart. Ik ga stuk. Kijk even dit. Dat vind ik wel heel leuk gedaan. Want in die film gaan ze trouwen. Dat is het hele concept, zeg maar. Dus dit lijkt een beetje op zo'n trouwjurkstof. Vind ik wel heel leuk gedaan. Oeh, dit zijn dan de kleurtjes. Ik heb het paletje nog helemaal niet gezien. Ook een hele grote spiegel. Vooral deze zwarte kleur hier met die skelet erin. Echt heel apart gedaan. En volgens mij is dit een beetje een pressed glitter. Nee, het lijkt op een pressed glitter, maar dat is niet. Het is gewoon een super glitterige, glanzende kleur. Deze 3 kleuren hier, zeg maar. Die zijn allemaal zo'n beetje glitterachtig. Love it. Qua verpakkingen weer 10 punten, jongens. Dan hebben we hier de oogschaduw gels. Dit zijn gewoon van die glittergels in 3 kleuren. Ik heb hier de prachtige blauwe kleur Blue Quet. Dan hier de witte glitterige kleur. Die heet Tears to Shed. En dan last but not least de kleur Underworld. Die is een beetje grijs-zwartachtig. Oké, dit zijn ook 3 hele aparte producten. Het is gewoon letterlijk een oogschaduw gel. Dus je kunt het gewoon zo met je vinger pakken. Ik ga stukken drukt ook echt gewoon zo erin. Net klei. Zie je dat? Ik weet niet zo goed wat ik hiervan ga vinden. Het voelt wel een beetje droog aan. Ik ga die andere kleuren ook gewoon aanraken. Dit voelt zo raar aan. Deze is een beetje nattig. Oké, dit zijn dan de 3 kleuren.
Die witte voelt echt een beetje anders aan. Die is iets meer nattig, zeg maar. Nou, dit zijn dan alle producten voor de ogen. En die gaan we gebruiken om een leuke look te creëren. Ik heb al een look in mijn hoofd, dus ik hoop dat het vandaag goed zal gaan. We zijn ingezoomd, dus laten we beginnen met de look. Het wordt een beetje een grijze blauwe look. Maar ja, wat had je anders verwacht? Ik ga beginnen met deze grijze matte kleur. Die heet Victor. En met mijn Zoeva kwast nummer 228 ga ik die kleur aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dit wordt de transitiekleur. Het heeft wel echt genoeg pigment, maar het is een beetje moeilijk te blenden. Ik moet zeggen, qua oogschaduwen van Chic Glam ben ik nooit echt het meest enthousiast. Meestal zijn hun andere producten beter. Maar we will see. Dan ga ik in met deze zwarte kleur, die heet Hand of the Dead. En die ga ik ook echt een klein beetje oppakken, maar echt maar een heel klein beetje, niet te veel. En die gaat een beetje zo hier in de buitenste hoek. Maar echt maar een heel klein beetje. Ik wil het niet te zwart hebben. Ik wil het wel echt vooral grijs hebben, zeg maar. Ook deze kleur, goede pigment, maar een beetje moeilijk te blenden. Dan pak ik deze glanzende kleur hier, die heet Victoria. Het is een beetje een aparte kleur, want het is letterlijk een mix van grijs en blauw. Zie je dit? Het is grijs, maar ook weer blauw. Echt een hele aparte kleur. Wel heel mooi, I like it. Dan pak ik deze kleur hier, die heet Nouveau Rich. Deze kleur is echt iets meer grijs. Die is gewoon echt bekend. Echt gewoon grijs. En daarmee ga ik er een beetje overheen, want ik vind die kleur iets te blauw. En ik wil het hier toch iets meer grijs hebben. Dus dan mix ik het nou en dan wordt het iets meer grijs. Zie je het verschil? Deze kleur is beter dan die andere kleur. Oké, ik ben in shock. En dan een beetje uitblenden. Dan pak ik deze witte glanzende kleur, die heet Wedding Day. En die gaat in de binnenste ooghoek. I like it. Heel mooi. Vooral die grijze glanzende kleur heeft echt de look naar een next level gebracht. I love it. Dan gaan we beginnen aan de onderste wimperrand. En nu wil ik een beetje blauw maken. Ik ga eerst in met een blauw oogpotloodje. Deze is van LA Girl in de kleur Cobalt. En dan pak ik deze blauwe matte kleur en ook deze blauwe glanzende kleur hier. En die twee kleuren ga ik allebei aanbrengen op de onderste wimperrand. Ik begin met de blauwe matte kleur en dan de glanzende kleur eroverheen voor een extra glitter effect. Oké, dit is dan de ooglook met alleen maar het paletje. En ik vind het best wel goed gelukt. De matte kleuren, je moet een klein beetje extra moeite doen qua blending. Maar voor die lage prijs heb ik dat op zich er wel gewoon voor over. En die glanzende kleuren zijn echt too much. Het is echt, echt wow. Ik ben heel blij met hoe deze look is gegaan. Dit paletje vond ik echt wel iets beter dan dat ik gewend ben van hun. Dan gaan we nou nog in met deze glitter gels. En die ga ik gewoon erop aanbrengen. Ik ga beginnen met deze wit gel. Ik pak die gewoon een heel klein beetje op met mijn vinger. En dan gaan we proberen deze look naar een next level te brengen. Ik heb een klein beetje gepakt met mijn vinger. En dan ga ik die nog hierop aanbrengen. Voor nog meer extra glans. Ik hoop dat het gaat opvallen. Vooral omdat de kleur eronder al wel wat heftig is. Ja, het maakt het iets natter, iets glitteriger. Het geeft het een klein beetje een soort van wet look, zeg maar. Zie nou het verschil met hier en met hier. Het is een klein beetje verschil, niet heel opvallend, maar je ziet wel echt dat het nou hier wat heftiger is en ook wat witter. Ik ga alle kleuren gebruiken. Ik ga nou in met deze zwarte. Pak ik ook een klein beetje met mijn vinger. En die gaat hier zo op de zwarte oogschaduw. Kunnen we een beetje dimensie creëren. Deze is niet zo glanzend als die witte. Die witte is echt een klein beetje anders. Deze doet eigenlijk niet heel veel. Het geeft een beetje een glans. Maar niet dat ik echt denk van oké, dit maakt nou echt het grote verschil ofzo. En dan de blauwe kleur Blue Quest. Ik probeer die met deze kwast te pakken. Maar het pakt het echt totaal niet op met een kwast. Want ik wil dus aanbrengen hier op deze blauwe kleur. En dat kan niet met mijn vinger. Dat moet echt met een kwast. Maar met een kwast is dit echt bijna niet te doen gewoon. Oké, ik probeer iets. Maar nogmaals, met een kwast. Nee, dit maakt echt nul verschil. Deze moet je echt aanbrengen met je vinger op je ooglid. Dus ik laat het voor deze hierbij. Ik heb even een winged eyeliner aangebracht en een likje mascara. En op de onderste wimpers heb ik blauwe mascara aangebracht. Dat vond ik wel leuk met de look. Dan is het nou tijd voor de wimpers. Jongens, kijk even deze wimpers. Ze zijn oprecht echt leuk. Ik hoop dat jullie dit een beetje goed kunnen zien. Want de verpakking is zwart en de wimpers ook. Maar ze zien er echt heel fluffy en heftig uit. Ik vind gewoon de hele verpakking ook echt heel leuk. En nogmaals, deze wimpers zijn dus niet los te koop. Die ontvang je alleen als je deze hele box besteld. En deze matchen denk ik echt perfect ook met deze look. Ik hoop dat ze net zo mooi gaan zijn als dat ik nu van tevoren denk. Daar ben ik weer. Wimpers zitten er helemaal op. I love it. Ze zijn echt extreem lang en heftig. Wel ideaal voor een Halloween look. En ideaal voor echt een Halloween feest. Maar als jij denkt, ik ga deze box halen want ik wil per se deze wimpers hebben, is er wel iets om te onthouden. En dat deze wimpers echt extreem lang zijn. En dat ik best wel veel oogoppervlakte heb, waardoor ze op mij eigenlijk minder lang lijken dan dat ze op menig andere gaan lijken. Dus zijn heel lang en heel extreem. En je voelt ook wel dat ze een beetje een goedkope wimper zijn. Maar qua stijl vind ik ze wel heel mooi. Dus ja, I love it. Maar het is niet per se een everyday ik ga naar school, naar mijn werk wimper. Ook even snel een update over deze lipbalm. Hoe langer ik hem op heb, hoe vreselijker ik hem vind. Want hij is helemaal droog en mat. En ik
ik vind hem echt helemaal niks. So I don't like it. We gaan verder met de highlighter. Ook weer zo'n leuke verpakking. Deze is volgens mij wel echt spierwit. En dat maakt mij wel een beetje zorgen. Want de meeste huidskleuren gaat wit niet heel mooi op staan. Maar ja, we will see. Dit is de verpakking. Oh, kijk hoe de verpakking zo verandert. Kijk even hoe leuk dit is gedaan. I love it. Echt nogmaals, qua verpakking is het altijd echt geweldig. Maar ja, zoals ik al dacht, het is letterlijk een witte kleur. Het is zo holographic-achtig, zeg maar. Dus het is wittig, maar met zo'n paarse gloed erdoorheen. Zien we dit? Ik weet niet of deze goed gaat zijn. Ik denk het niet namelijk. Maar ja, we gaan het gewoon aanbrengen en proberen. Ik snap wel waarom ze voor wit zijn gegaan. Dat past wel goed bij de look, want hun zijn dus letterlijk helemaal wit allebei. Want het zijn gewoon echt skeletten. Maar ja, op een echte levende mensenhuidskleur is dat vaak niet zo mooi. En ik vind hem ook een beetje poederig. Dus los van de kleur vind ik gewoon de formule niet zo fijn. Ja, zie je dit? Als je ook maar een beetje een tint hebt, dan gaat het echt niks zijn voor jou. Misschien als je echt, echt een hele lichte huidskleur hebt en dat je hier wel mee wegkomt. Ja, het is wel, het is een look. Het is oké voor een bepaalde look, maar niet voor mij. En nogmaals, ook gewoon de formule. Dus los van de kleur, al was de kleur goed geweest, had ik hem alsnog niks gevonden. Want ik vind het gewoon echt te poederig. Dus ja. I don't like it. Oh my gosh, ik had het niet hier moeten doen. Wat dacht ik ook. Nee, dit heeft een beetje mijn gezichtsmake-up verpest. Dan last but not least, de 3 matte liquid lipsticks. Laten we ze proberen. Het zijn dus 3 kleuren. Volgens mij 2 een beetje roodachtig en eentje een beetje nude. Dit is de mooie diep rode kleur. Die heet Beating Heart. Daarnaast de roze kleur. Die heet Rosy Cheeks. En als laatste de peachy nude kleur. Die heet Emily. Oké, ik moet zeggen, ik vind de kleuren wel allemaal heel mooi. Behalve deze peachy kleur. Dat is niet echt een kleur die zou matchen met mijn huidskleur. Meer met een lichtere huidskleur. Maar deze 2 kleuren allebei lijken mij heel mooi. Vooral deze rode kleur. Wauw, welke kleur gaan we aanbrengen, jongens? Even deze vreselijke lipbalm eraf halen. Ik ga ze gewoon alle 3 aanbrengen. Ik ga beginnen met de nude kleur. De kleuren zijn allemaal los te koop. Dus je hoeft ze niet per se alle 3 te halen. Ik ga beginnen met deze nude kleur. Die lijkt online heel mooi, maar nou ik hem zo opdoe, denk ik nee. Nou, dit is de nude kleur Emily. Het lijkt totaal niet op de foto die je hier ziet. Als je hier naar kijkt, denk je, oh, prachtige nude kleur. Maar als je hem opdoet, is het gewoon letterlijk een oranje kleur. Ja, dit is misschien mooi met een donkere lippotloodje, maar ja, niet zo... Nee, kijk, online lijkt de kleur echt aanzienlijk mooier dan in het echt. Deze meid heeft een donkerdere huidskleur dan ik en hun willen claimen dat het op haar donkerder is dan op mij. Als het op mij al zo licht is, dan had het op haar nog lichter moeten zijn. Ik weet niet, what's happening? Ook qua formule is het een beetje goedkoper. Ik had het al door de verpakking. Ik kon al zien, dit is een beetje een cheap-ass applicator. En ze voelt het ook aan, dus het is een beetje droogjes. Mijn lippen gaan me nou echt haten nu ik 3 matte liquid lipsticks ga aanbrengen. We gaan van licht naar donker. Nou ga ik in met de roze kleur. Deze vind ik qua kleur weer mooier dan dat ik had verwacht. Ik had hem iets meer fel roze verwacht, zeg maar. Maar hij is best wel een beetje donkerroze. Ik vind het echt een hele mooie kleur. Het is ook een hele unieke kleur. Zo'n kleur zie ik niet heel vaak. En het matcht wel gewoon met de foto, zoals je kunt zien. Dus ja, dat is wel fijn. Vooral als je het dus online bestelt gebaseerd op de foto's, is het fijn als het ook echt die kleur is. En dat is het in dit geval wel echt. Het is heel raar dat die nude kleur echt totaal niet overeen kwam. Maar deze kleur wel. Wow, ik vind deze kleur echt mooi. Dit is echt de kleur die ik zal gebruiken. Het is echt, echt een cliché mat liquid lipstick. Het droogt helemaal mat op. Maar ik denk dat het ook wel echt blijft zitten, want het geeft helemaal niet af. Kijk, helemaal niks. En dan last but not least, de rode kleur. Heel, heel mooi. Echt een perfecte rood. Hij is een beetje dieper, dus iets donkerder. En ook deze matcht weer wel met de foto. So you get what you see. Deze ook weer echt heel mooi. Deze vind ik ook wel mooi staan met de look. Het is wel allemaal een beetje heftig nou, maar ik vind het wel mooi. Het is echt een perfecte rode kleur. Ik vind hem echt heel mooi. Deze 2 kleuren, even kijken. Deze, de rode en de roze, zijn echt geweldig. Het enige die ik niet aanraad is de nude. Let wel op, ja, het is gewoon zo'n cheap ass matte liquid lipstick. Maar ja, het kan werken. Het blijft in ieder geval wel goed zitten de hele dag. Dat weet ik nu al. Nou jongens, dit was het dan. Dit was de Chic Glam Corpse Bride collectie. Wat vonden we ervan? Ik vind het een beetje jaren 50 glam of zo. Echt, I love it. Heel erg mooi. Oké, wat raad ik vandaag aan? Sowieso dit paletje. Vooral voor die lage prijs vind ik het echt wel
wel een goed paletje als je van dit soort kleuren houdt. Qua de lipsticks deze twee kleuren. De roze en de rode vind ik heel mooi. En qua de oogschaduw gels deze witte. Dus de kleur Tears to Shed. Die is echt anders dan de andere twee. En deze voegt ook echt iets toe. Die heeft de look echt heftiger gemaakt. Terwijl die andere kleuren waren een beetje zo van, maar ja, deed niet echt iets. Niet echt de moeite waard. Dus ook alleen maar deze witte. En de rest, ja, deze lipbalm vond ik echt vreselijk. Droogde gewoon mijn lippen uit. Als lipbalm je lippen uitdroogt, dat is echt letterlijk het tegenovergestelde van wat het zou moeten doen. Ja, en deze en de kleur is niet mooi en de formule is ook te poederen. Dus dat raad ik ook niet aan. Dus wat ik aanraad zijn deze twee kleuren lipstick, dit paletje en deze witte oogschaduw gel. Ik ben ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Wat vonden jullie van de collectie? Is het iets wat je juist zou halen, ja of nee? Let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten wat jullie allemaal nog meer willen zien op mijn kanaal. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!